jij bent begonnen met opleidingen. Ja. Fight Mike's James Fight Academy. Klopt. Vertel. Vertel, nou, er was een warrouw van mensen die willen weten, vragen altijd tips aan mij, hoe doe je dit, hoe doe je dat. En toen zei Sander Tonnasse, waarom maak je er niet een opleiding van? Nou, toen zijn we even gaan kijken, zoeken en toen zijn we samen met Sjoel Bakker en Jelle Baasman. Sjoel Bakker die heeft ADH. Deed hij in, die deed al opleidingen maken. En Jelle Baasman zit in het ROC. Dus die weten wat meer over die lesgevingen en zo. En nou, we hebben de vier koppen bij elkaar gestoken en we zijn met een knappe opleiding gekomen. En ja, de opleiding is zo goed. Wordt eerder gecertificeerd door Glory, onder andere. En en je moet er een paar hebben en dan kun je het laten certificeren door het Olympisch Comité. Daar willen we voor gaan. We willen gewoon de kwaliteit een beetje bewaken van het kickboksen en zo misschien met de regels heel langzaam veranderen, zodat het kickboksen beter wordt. Wat kan er nog veranderd worden? Er kan nog heel veel veranderd worden natuurlijk. Je bijvoorbeeld moet pas 18 als je op het hoofd kan, terwijl je bijvoorbeeld in Rusland met 9 op het hoofd kan. Dus tegen die tijd dan loop je al 10 jaar achter, zeg maar, dat mag. Maar het kan misschien ook anders door met banden te werken, dat als je 8 examens hebt gedaan, dus als je 4 jaar lang examen gedaan hebt, dat je, heb je gewoon iemand die goed uit de voeten moet kunnen met kickboksen volgens de regels. Er zijn natuurlijk altijd trainers die komen van 2 danslessen en LTS zwakstroom. En zijn opeens kickbox trainer. Dat moet een beetje uitgebannen worden. Snap je? En dan kun je gewoon een opleiding doen. Dat is dat je bij voetballen moet doen. En zometeen, ja, dan mag je alleen met zo'n opleiding mag je aan de ring staan. Wat voor soort lessen moet je precies geven in de opleiding? Ja, heel veel lessen natuurlijk. Hoe je les moet geven, hoe een stoot gegeven moet worden. Maar ook hoe je iemand moet bijstaan in de ring. Wat je in de kleedkamer allemaal doet. Wat je, als je krachttraining met ze wilt doen, hoe je dat moet doen. Als je, hoe je mensen wat moet leren. Een betere manier. Dus het heeft niks te maken met jureren of scheidsen? Nee. Dat komt later in het ding. Dan kennen we nog een dingetje jury en scheiden. Ik dacht maar, dat het daarop is. Maar het, nee, daar gaat het niet om. Wij zijn al jury. Ieder organisatie heeft zijn eigen juryleden, zijn eigen scheidsrechters. Dus ja, die juryleden zouden het misschien via mijn regels heel anders zien. Ik wil me meer gaan waken voor de veiligheid. Hetzelfde als je bijvoorbeeld naar judo gaat. Nou, er staan gecertificeerde leraren en dan gebeurt er relatief heel weinig. Snap je? En hoe lang duurde die opleidingen? Want je bent al begonnen met eentje nu? Ja, de eerste is 10 weken opleiding. Of 9 weken. En elke keer een proefexamen en een keer examen. En die 9 weken, dan word je gewoon ingeholpen zover we je kunnen helpen. En, maar ook daarna is er, kijk, dus je hebt de opleiding gedaan klaar. Dan is er ook een aftercare in, dus je kan altijd bellen. Je kan altijd appen en inderdaad gaan we ook natuurlijk dingen doen als bijvoorbeeld combinaties weggeven. En zodat je gewoon door kan groeien, dat je altijd lesmateriaal hebt. En en het alles volgens het MyGym DNA zoals het heet. En wie kunnen zich opgeven hiervoor? Iedereen? Iedereen kan zich opgeven. Iedereen, ook vechters. Mensen denken vaak van, oh Mike's Gym, het is alleen voor pro's, maar even voor de duidelijkheid dan dat... Nou, iedereen kan zich opgeven. Iedereen die wil leren kickboksen, maar of leren lesgeven. Snap je? Het is een breder iets. Nieuw concept, man. Ja, het is iets anders. Het is iets anders, weet je niet. Maar het is wel goed. Want je hebt heel mooi gezegd, het behoud van het... Ja, van de kwaliteit van het kickboksen natuurlijk. Dat is heel mooi. We zijn zo goed in Nederland. En
En als we maar een beetje lopen te marsonderen en het ook maar goed vinden, dan zijn we zometeen niet meer zo goed. En dat is niet nodig. Wanneer begint de tweede? Eind februari, begin maart. Begint de tweede. Je kan je opgeven. Natuurlijk gewoon op via de website of via Instagram. We hebben ook Instagram. En we hebben er ook een in het buitenlands, dus in het Engels. Een kortere versie voor mensen die uit het buitenland komen voor een paar dagen. Gaan we het proberen te doen. We gaan eerst ook cursussen geven. Hoe hou je de pitch op? Want dat kan ook zijn voor allerlei personal trainers. Die zeggen van, nou weet je wat, ik ben een goede personal trainer, ik wil wat extra's aan doen. Ik wil de patch ophouden zonder iemand te blesseren of zonder dat het fout gaat. Nou ja, dat kun je dan volgens mij is het in 2 of 3 dagen, een 2 of 3 daagse cursus. En dan word je gewoon bijgebracht. Veel praktijk, veel oefenen. En waarom doe je het niet zo en waarom doe je het zo? Snap je? Dus het is echt een opleiding voor trainers? Ja, voor trainers. Kan je later misschien nog uitbreiden? Ja, nou ja, je hebt natuurlijk verschillende levels. Hè. En op een gegeven moment kom je natuurlijk naar het ultieme level. En kijk, er zit ook... Hoeveel levels heb je, sorry? 5 zitten erin. 5 zitten er uiteindelijk in. Weet je, er zit een dingetje handen tapen. Je hebt periodisering. Het zijn allemaal van die dingen. Hoe ga je met blessures om? Snap je? Hoe tape je om dingen heen? Hoe, als iemand gebaseerd wordt, wat dan? Snap je? En hoe lang duurt heel die cursus met die levels, al 5 levels bij elkaar? Het is niet altijd achter elkaar natuurlijk. Hè? Dus het is het gaat stap voor stap voor stap. En Kijk, je moet er natuurlijk ook in groeien. Je moet ook een stage lopen ondertussen. Je moet bezig zijn. En ook daar helpen we je mee. Dus het is ook echt een hele mooie aanvulling op mensen die juist alle in de sport bezig zijn. En dan... Juist. Het kan ook verder. Het kan ook zijn voor een vader die zijn kind beter wil begrijpen. Dus dat kan ook zijn als je gewoon ouder bent. Zeg maar, ik doe die cursus. Dan begrijp ik het. Maar soms zijn natuurlijk mensen te kijken aan de kant. En die denken, ja, maar ik snap niet. Waarom hij dit doet, of ik snap niet waarom hij dat doet. En misschien daardoor kun je het juist zo begrijpen of juist niet. Dat succes met dat dan. En okay. Quanta kosten, kunnen ze jou bereiken voor de prijs of vragen? Dat staat allemaal op de website. Als je gewoon een mailtje stuurt, krijg je gewoon een uitgebreid informatiepakket toegestuurd. Daar staat alles in. En daarna krijg je, met wat het is, weet je. Je krijgt ook bij je eerste cursus, je krijgt een paar handschoenen, je krijgt een paar schermen, je krijgt een tas. Het is echt een hele complete cursus, hè? Ja, alles moet erin zitten natuurlijk, snap je? Netjes hoor. Beetje betaalbaar, Mike? Ja, ik denk van wel. Ik denk van wel. Ik ken de prijs van toerisme. Ik bedoel, kijk, het is hier, het is heel simpel als je... Kijk, er zijn natuurlijk ook goedkopere cursussen. Ja, maar dan heb je geen meisje. Dat bedoel ik, snap je? Ik bedoel, je kan niet voor Ferrari geld in een... je kan niet voor de Fiat geld in een Ferrari rijden. Of in een Mercedes.